Is the energy vibration raising for the Twillings and Moon and Rising sign? It would suck up the dawn to for the Telecoms. It is the first week for November and the week have the zodiac energy from water and the energy from water. Maandag voor de mensen 45 en ouder, de situatie is in that oncoherent form. Dinsdag is a positive dog met the family. Woensdag, de laatste naar je intuïtie. En donderdag heb je de energie van de zeven van hazard, een situatie op je werk, nieuwe opportunities, possibilities komt in voor jullie, nieuw weg is geopend. Dus weekend heb je 7 en 7. Jullie zijn op een goede weg in je leven, op een goede weg met bepaalde dingen. Vrijdag, daar komt een eind voor een situatie voor jullie mannen 45 jaar en ouder. Sommige van jullie kunnen behind een situatie met een zeer gemeen vrouw. Sommige van jullie kunnen behind een situatie met een family situatie, maar daar komt verdriet. Maar er is twee major arcana in deze week. Dus wees voorzichtig. Het is een week van Halloween. Wees voorzichtig. De veel zijn dunner. En voor jullie op zaterdag krijg je informatie van je zielverwant krijg je best wel informatie binnen, oké? Als we bekijken die energie hier, we hebben een eind, komt het een situatie op zondag, maar een nieuw offer gaat beginnen, een nieuw weg gaat instapelen voor jullie, voor werk, en daar komt nieuw possibilities, nieuw situatie op, en dit is best wel goed. Nou, als we bekijken de situatie van vrijdag tot en met zondag. Het is een situatie waar sommige van jullie kan zien een nieuwe weg op te gaan lopen. En je gaat besluiten de weg dat je hebt gelopen om een weg te laten. En zo is het jullie krijgen een situatie waar je feel defeat. Je hoeft niet te defeat zijn, maar je feel dit relatie, dit situatie, hier wil ik niet meer. Ik laat het achter mij en je gaat even verder. Nou, sommige van jullie mannen hebben wat verdriet, maar je gaat even zien dat het is best, oké? Soms is de beëindiging, ik kan een scheiding, scheiding. En je besloot uit elkaar te gaan. Sommige van jullie hebben een family situatie waar je gelijk informatie via je intuïtie, via je slaap, via je droom. Je gaat informatie krijgen. Sommige van jullie kunnen best wel informatie krijgen van je zus, je oma of een oude vrouw. Dat is een ram, leer of weeskool situatie hierover. Sommige van jullie krijg informatie van een visgreef of scorpionnetje. En dit is een nieuwe situatie die komt boven water. Een nieuwe situatie, nieuwe weg gaan open voor jullie. Een nieuwe deur gaan open voor jullie. Dit is een week van heel veel van jullie komen in de maand met zo'n verdrietige situatie. Een situatie wat heeft mee te maken met familie. En je gaat besloten een eind met de family situatie om te doen. En je gaat even vooruit gaan kijken in je leven. Sommige van jullie krijgen best wel de goede informatie. En je krijgt kracht om even verder uit te gaan. En je kan dat zien. Nou, nieuw office komt. Een geheim is gelekt. Een nieuw office gaat binnenkomen. Je gaat even overkomen een situatie. Sommige van jullie gaat echt vrede vieren met iemand dat is een ramleer of een weeskool. Deze persoon kunnen binnenkomen om je te helpen door een moeilijke situatie te verwerken. En dit is best wel goed. Dan hebben wij de energie van de magie. Energie van de magie komt in. En waar je ziet hier is dat je gaat even opeens positieve informatie naar je te komen. Dames 45 en
en ouder. En de men, mannen en vrouw 45 en ouder. Het is een situatie waar daar komt heel veel jaloezie liggen, bedrukken en dat soort dingen. Je gaat hier even voelen en zien dat een bepaalde situatie is niet goed. Je gaat dat best wel zien. Maar je gaat besloten gewoon vooruit gaan om te gaan. Een situatie komt tot een eind voor jullie dames en mannen. 45 en ouder, maar zo is de situatie. Het is een week waar jullie gaat echt vision. Vision is van via je intuïtie. Sommige van jullie zien de dingen. Je krijgt de nummer 8, 7 en 7 toch. En nummer 8 is een zeer, zeer positieve energie. Dus ik ga het even teken. Jullie zeggen, neem de tijd. Even afrusten, even weglopen. Voor jullie dames, wees voorzichtig, omdat iets wat je geeft uitkomt naar jullie terug. Voor de mannen is hetzelfde, iets wat je geeft uit gaat wel terug naar je toe. Dus het is een week van karma voor jullie. Dames en heren, ik vraag je aan om even te crosslezen, omdat daar krijg je veel meer informatie dat gaat binnenkomen. Ik wens jullie een zeer positieve week. Een laatste naar de maandelijke lezen. Namaste.